Hoe ging het? En ik ben net zo wakker geworden. Kijk. Wat lief. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag hebben wij onze allereerste gig. Onze echte eerste gig. Wij eten een broodje koket. Lekker. Ik heb voelen aan. Daniel. We hebben onze eerste gig. Oh, sorry. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Don't drink my party like it's your birthday. Hey. Okay. 10 nummers gaan we achter elkaar doen. Dat hebben we echt nog nooit gedaan. We gaan ons even omkleden en alles. Oh my god, ik ben bang. We hebben onze allereerste gig. Hi! Relax! Hoe ging het? Ja, oh my god. Waar had je het chill? Maar was echt geweldig. Hey, dankjewel schatje voor het filmen. You got my back. She didn't. Oh. En daar hebben we Ricky. Hij heeft mijn kop gezongen, like I'm gonna need you. Dus als je die nog niet hebt gecheckt, check het. Alsjeblieft, hou me in de pols. I don't need a man. Oh my god, ze viel. Filma. Romy is gevallen en ik heb haar niet gefilmd. Where is onze tour manager? We kunnen het niet meer in. Amandel weet het wel, toch? Amandel? Amandel, zei ik. Oh, Amandel. Ik heb een grotere. Oh, sorry. Ik heb gewoon een pilletje ingesneden. Heb jij nou een extra pil in je mond? Hij stelt niet graag. Oh ja. Where is my. Oh my god, so cool. Nou, ik vond het super vet en ik heb echt genoten. Ja, het publiek was helemaal hyped, handjes gingen in de lucht, dus we hebben het wel goed gedaan. Ja, ja. Niezel. Ja. Hi, ik ben Niezel. Ik vond het helemaal geweldig. Ik heb de avond van mijn leven gehad. Ik was in mijn zone en ik heb helemaal genoten met deze meid hier ook. En dit is wat we gaan doen en we gaan het nog veel beter doen de volgende keer en we gaan rocken voor altijd. Let's do this! Girl with power. Yeah, man! Roni! Ik vond het ook echt heel leuk. En ja, ik vond het gewoon super leuk om met die meiden gewoon ons eigen ding gewoon even te doen. Zonder camera's en die pressure. Het is een ander soort pressure. Het is gewoon lekker. Het is gewoon echt super leuk. Roni! Ik heb een trauma, het is zo waar! Ik vond het heel vet. Toen was het echt. Het was gewoon cool. Sommy? Het tv is gewoon hartstikke veilig alles, weet je wel. Dit is gewoon echt een uitdaging. Ja, maar dat is precies wat je zegt. Maar ook veilig. Heel veilig. Maar, wat je nu zegt is ook precies wat je moet leren. Op een gegeven moment ga je dus, is dit net zo niet eng als dat praten voor een tv-camera. Ja. Het voordeel is, je bent met z'n vijven. Leren, ja. Dus je kunt met z'n vijven, heb je altijd elkaar. Ja. Ja, let's go. Jay. Trots op je vriendin. Ben jij ook trots op je vriendin? Ja, hartstikke trots, daarom ben ik er ook. Om schatten we supporten. Yes. Deze like ik ook weer. Yes! Ik heb eindelijk gezegd dat ik die ook zou liken. En deze ook, maar hierna. Yeah, you know what I'm talking about. Niet! Ik ga snel weg. Doei, stommert. Het is alweer. Oh, sorry. Kwart over twee. Het is kwart over twee. En onze eerste gig zit erop. En dan gaan we nu weer naar huis, hè? Dag lieve de Laantje. Dag lieve. Doei, niet. Wat is er? Er is niks. Mwah, dit gaat ie. Doei! Mwah! Doei! 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 Oh, lukt het echt niet meer op fliek? Ik zie er ook niet meer op fliek uit, maar dat maakt niet uit. Doei jongens! Waar moet ik naartoe? Ah, de niks. Ik ben. Oh, daar is de auto. Hij is goed. Laten we hem zien. Doei! Doei!
podcast. Hè? Oh. Oké. Okay. Oh. Doe je de deur voor me open? Wat lief. Eigenlijk niet, maar... Oh, niet? Toch wel. Oh. Oké. Okay. Per ongeluk. Ongeluk. Ah. Eigenlijk zou ik terug mee rijden met onze tourmanager, maar... Vriendje was er, dus nu ga ik met hem mee naar huis. Ja, ik ben cameraman, ik ben tourmanager, ik ben producer. Mag ik ook kauwgom? Ik ben kauwgomgever. Kauwgomgever. Is dat je job nu? Ja, misschien wel. Oh, and the lights go out. We gaan eventjes langs de het tankstation. De het. Het is laat, hè? Het is laat. Eventjes wat lekkere dingen halen. En wat zijn we nou asociaal? Ons kauwgom aan het kauwen. Sushi. Lekker. Lekker een kauw. We love sushi. Lekker een kauw. En I love you. Ah ja, luister. Waar heb je zin in? Heb jij zin in een lekkere rappie? Ik heb nog een We're coming home now. Jeetje man, dit ligt hier voor ook al een hele dag. Wat zou ik nou nemen? Ik weet het echt niet. Het boeit me ook niet meer of ik gezond eet de laatste tijd of zo. Ik weet niet wat ik heb. Denise Cruz. Of Denise Cruz. Helemaal leuk. Nee, dat nou maar net niet. Oh my god, ik heb een pukkel op mijn kin. Ik heb een appelkaneel muffin en een croissantje met oude kaas. Echt lekker vind ik dat. Ik wist echt niet waar ik zin in had, maar toen dacht ik heb zin in een croissantje met oude kaas. Zo ben ik eigenlijk ook wakker geworden gemaakt door Chris. Toch schatje? Ja, maar wakker gemaakt met een ontbijtje op bed, hè? Ja. Met een croissantje met kaas. Ik denk dat ik er daarom gewoon weer zin in heb. En er wacht lekkere bami nog op ons thuis. Ik heb nooit gelijk over. Wat is dat? Heeft hij een dubbele... Ik hoop dat jullie mijn vlog weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Mwah.